Misschien heeft u ze al gezien. Schaaktafels in het Slotpark. Deze zijn zondag 26 september geopend door wethouder Pina. Want ik ben heel trots dat we mede na een initiatief van GroenLinks en gemeentebelangen als gemeente toch 3 schaaktafels hebben kunnen plaatsen. En dat we iets later beginnen aan deze simultaanwedstrijd laat vooral zien hoe blij mensen zijn dat die tafels er staan. Want op het moment dat je ze wegzet en je zet de stukken op, zijn ze eigenlijk ook gelijk bezet. En dat geeft aan hoe leuk mensen het vinden, maar ook hoe belangrijk het is. Schaken is goed voor jonge kinderen, maar zeker ook voor de ouderen die elkaar ontmoeten hier, die een praatje kunnen houden en zo de sociale verbinding in wijk en stad verbeteren. Dus ik ben er heel trots op dat ze er staan, met dank aan de partijen die er ingediend hebben en de raad die volledig gesteund hebben. Hoe is dit tot stand gekomen? Jan, dan moet ik bij jou zijn, denk ik. Ja, bij mij en bij Walter. Bij Walter en bij mij moet ik dan zeggen. Ja. Wij lazen een artikel in een blad van de Nederlandse gemeente. In dat blad stond een promotieartikel over schaaktafels in steden. Ene Jesus Medina, die promoten dat, die heb ik gebeld. Die stuurde meer informatie toe. Even later begreep ik van Walter dat hij er eigenlijk ook iets mee wilde voldoen. En nou, toen hebben we samen hebben we initiatief genomen voor een motie in de raad. Dus van GroenLinks en gemeentebelangen samen, oppositie en coalitie samen. Wat een mooie samenwerking, hè? Wat schaken dan niet brengt aan verbinding. Hè? En, dus nou, zo kwam het. Dus de raad nam die motie aan en het college ging ermee aan de slag. Ja. Ik vind het een prachtig initiatief. Ik heb net ook gezegd tegen Hans van der Preit. Ik zeg, het is een plek waar de jeugd bij elkaar kan komen en waar ze verplicht zijn om na te denken. Ik ben Anne Haast en ik ben gevraagd om vanochtend aanwezig te zijn bij de opening van de schaaktafels. Ik ben zelf fanatiek schaakster en vind het een hele mooie sport. En dus vond ik het heel leuk om hierbij aanwezig te zijn. Ik ben 4 keer Nederlands dameskampioen geworden en ik speel ook voor het Nederlands team. Ik ben Bent Pina en ik heb zojuist een partij gespeeld tegen Anne. Het was een best wel spannende partij, maar tegen een viervoudige kampioene is als 13-jarige meisje is niet super makkelijk en ik ben zojuist mat gezet.